Vrienden van Radio 1, hartelijk goede woensdagavond. Zonovergoten en zomers is het in Rotterdam. 1 op straat, rauw nieuws, ongecensureerd en zoals altijd met de betrokkenen zelf. We staan in Rotterdam, in Charlois en weer in een typische wijk van Charlois, namelijk Zuidwijk. Dat wil zeggen, het is nog wel een Rotterdamse wijk. Want als het aan de bewoners ligt, dan gaat er iets heel unieks gebeuren. Ze gaan namelijk aan de gemeente Barendrecht, die hier vlakbij ligt, vragen om de wijk over te nemen. Nog nooit vertoond in Nederland, maar je weet maar nooit. En waarom? Omdat ze vinden dat Rotterdam veel te veel bezuinigt en daardoor de sociale cohesie en de samenhang in de wijk kapot maakt. Met name de op handen zijnde sloop van het geliefde wijkcentrum Larenkamp, waar wij nu hier voor de deur staan, schieten bewoners in zeer veel verkeerde keelgaten. Maar het Rotterdam Stadsbestuur heeft het besloten. De gemeenteraad is er vorig jaar november mee akkoord gegaan. Het wijkgebouw kost gewoon veel geld en er moet nu eenmaal bezuinigd worden. Allereerst maar eens even horen wat voor soort wijk dat is. Ronald Tol, je bent voorzitter van de gebiedscommissie Charlois. Kan je in een paar zinnen zeggen, wat is Zuidwijk voor een wijk? Ja, Zuidwijk is een wijk van werkers. In de jaren 50 gebouwd. Waar de mensen die in Rotterdam aan het werk waren, en je weet het, Rotterdam is een werkstad, gewoond en gewerkt hebben. Het is nu een beetje wat verouderde wijk. Er zitten veel ouderen. Mensen die hier namelijk al vanaf de jaren 50 zeg maar wonen. En deze wijk is het zwaarst getroffen door de crisis met Vestia. Want die was een van de wijken waar Vestia belang had. Vestia was bezig met grootscheepse renovatie en sloopnieuwbouw. En doordat Vestia zwaar in de problemen kwam, is dat hier stilgevallen. Arme sloeberwijk met allochtoon en autochtoon door elkaar heen of voornamelijk blank? Nee, door elkaar heen. Veel oudere autochtonen en veel jongere allochtonen. Oké, maar het zit in ieder geval door elkaar heen. Hennie Verberne, jij bent voorzitter van het actiecomité. En het actiecomité dat wil eigenlijk gewoon dit hele wijkgebouw openhouden. Oftewel, niet slopen. Nou hebben jullie net een bijeenkomst gehouden. Iedereen is altijd geïnteresseerd. Hoeveel mensen waren er? 480 tot 500. Geteld? Nou, we hebben, 500, we hadden 200 stoelen neergezet. En we hebben er daarna nog 300 bijgehaald. Dus we hebben 500 stoelen neergezet. En we gaan er dus even vanuit dat op die paar lege plekken na trekken we er 20 af. Oké, van de ongeveer 12.000 mensen die hier wonen. Dus dat is een flink aantal. Wat ik ga doen is even een prachtig citaat van jou voorlezen, wat ik naar mij toe zelf heb geappt. En dat citaat dat luidt als volgt. Als alles voorgoed verloren is en onze wijk van de gemeente Rotterdam niet langer op levensvatbare wijze kan voortbestaan, als onze wijk niet veel meer mag zijn dan een vegetatief aanhangsel van een overlastgedoogzone bij Ahoy, kunnen we dan niet beter in de voetsporen van Mozes met de hele wijk naar elders vertrekken? Mooi citaat, man. Hoe vind je dat? Nou, ik vind het prachtig. Dus, maar ondertussen is het nog serieus ook. Dat ga je toch niet meen, hè? Jij bent Rotterdammer en dan zou je bij Barendrecht willen horen. Zo erg is het nu dat juist heel veel mensen denken, nou ja, als het dan in Barendrecht beter kan, waarom dan niet annexeren? En tuurlijk, het is een ludieke actie, want iedereen snapt wel dat het niet kan. Maar het gaat wel om dat de stad begrijpt hoe het aan ons hart ligt, wat er al gesloopt is. Dit is het laatste bastion. Wat is er dan nog meer gesloopt? Want dat weten de mensen natuurlijk niet. Nou ja, wat hier onder andere is weggehaald. We hebben OV-buslijn 77 is wegbezuinigd. Bus 70 is net aan allemaal. De sporthal die wil men per 1 september slopen. Terwijl ze eigenlijk nog steeds sporters in de zaal hebben. We hebben hier natuurlijk nog steeds mensen rondlopen. Dat zijn allemaal dingen. Tuurlijk, ik weet wel, de kerken die weggehaald zijn, dat ligt natuurlijk niet aan de gemeente. Maar wat je hier merkt, is dat eigenlijk alles achteruit gaat. Veiligheid. Even in één zin, wat gebeurt er hier in het wijkcentrum? Waarom moet het blijven? Wat gebeurt er allemaal? Wat hier allemaal gebeurt, is dat mensen cultureel bezig zijn. Muziek, dans, noem maar op. Dat 200 verschillende activiteiten zijn. Van bingo tot kaarten tot noem maar op. We hebben ze allemaal op een lijst. Ik kan ze ook niet allemaal opnoemen, want 200 is te veel voor deze uitzending. We hebben inmiddels geprobeerd om andere partijen te vinden om ons te ondersteunen. Door het huren van een derde deel van het pand door twee kerkgenootschappen die de jongeren activiteiten wil ontplooien. We hebben gevraagd aan de zorg die al 8 jaar bezig was om hierin te komen. Stel nou dat het ons lukt om dit pand overeind te houden. Zou je dan bereid zijn om erin te gaan? Gewoon medisch zorgcentrum. Het medisch zorgcentrum. Wacht even, ik ga je even onderbreken. Want als nou, het zijn 200 activiteiten, zei je, we gaan ze niet allemaal noemen. Als nou al die activiteiten hier in de buurt kunnen worden ondergebracht, elders... Is het dan goed? Sowieso kan dat niet. Want daar hebben we de zaalcapaciteiten niet voor in Zuidwijk. 1. Wat nog erger is, je haalt natuurlijk de samenhang van de verenigingen en van de mensen haal je uit elkaar. We zijn een hele hechte gemeenschap. Ja, en dat moet je bij elkaar houden. Nu trek je alles uit zijn verband. En voor wat? Voor? Om te bezuinigen. Ja, maar bezuinigen. Ze moeten het ook nog slopen. Kost ook geld. Kost nog meer geld. En wanneer moet het dicht? Men wil tot 1 juli dicht hebben. Aan de telefoon verantwoordelijk wethouder Ronald Schneider van Integratie en Stedelijke Ontwikkeling. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Zeg, waar moet dat wijkcentrum weg? Allereerst laat ik duidelijk zijn, de activiteiten waar het om gaat, die hoeven niet weg uit de wijk. Dat zijn echte belangrijke activiteiten. Dus we bezuinigen niet op die activiteiten, die vinden we belangrijk. Maar we zijn er wel op de huisvesting van die activiteiten. En ik begrijp de mensen van Red en Larenkamp ook erg goed hoor. Dat ze een emotionele binding hebben met dat gebouw. Dat begrijp ik. Ik heb ook respect voor hun enorme inzet voor de wijk. Ze komen daar al tientallen jaren in dat gebouw. We hebben ook vanuit de gemeente contact met, ook via de gebiedscommissie, regelmatig contact met die mensen. Maar het beheer van de Larenkamp, dat is gewoon veel te duur. Dat kost ons €900.000 per jaar en dat is te veel geld. Oké, Ronald, nou worden er over die bedragen verschillende dingen gezegd. Daar ga ik niet over in discussie. De een zegt sloop kost minder en renoveren kost iets meer. De ander zegt weer renoveren kost minder dan sloop. Daar ga ik nu niet over discussiëren. Maar je bent nu op de Nationale Radio. Jij zegt... alle activiteiten in het centrum die blijven behouden. Mag ik jou zo verstaan dat je zegt... zolang die activiteiten niet elders zijn ondergebracht... gaat het centrum niet dicht? Nee, klopt. Dat hebben we ook gezegd. Er is ook een motie aangenomen door de gemeenteraad. Ingediend door de heer Engels. En wij, wat we al zeggen... we zullen netjes ervoor zorgen dat alle activiteiten behouden blijven. Dat alle huurders ook die activiteiten... We kunnen blijven ontplooien, maar dat zal op andere plekken zijn. Dat is onze insteek. Maar ja, dat zal dan niet meer in de Larenkamp zijn. Oké, de verbinding is vrij slecht. Ik stel je nog één vraag. Het moet je als Rotterdams wethouder, ook al is de actie ludiek... aan het hart gaan dat Rotterdammers zeggen... wij willen eigenlijk geen Rotterdammers meer zijn... wij willen wel geannexeerd worden door Barendrecht. Ja, dat is... met alle respect voor Barendrecht... voor de mensen die in Barendrecht wonen, is een landelijke zender. Dus met alle respect voor Barendrecht. Maar ja, mensen houden van Rotterdam. Deze mensen die houden van hun wijk, die houden van Rotterdam. Dus dat ze dit zeggen, ja, dat geeft natuurlijk wel een signaal af. Dat begrijp ik. En nogmaals, ik heb echt... het begrip voor de emoties van die bewoners, dat begrijp ik. Maar nogmaals, de activiteiten van die bewoners, de huurders die nu in de Larenkamp zitten, die krijgen een mooi ander plekje. Dat geldt ook dus altijd voor die andere activiteiten. Maar nogmaals, alleen de Larenkamp, ja, dat gebouw gaat op de lijn. Je krijgt even een reactie van Hennie Verberne. Ja, wat ik zo vreemd vind, u verplaatst dus alle partijen uit de wijk. Die moeten daar ook huur betalen, het kost net zo goed geld. Ik hoor natuurlijk links en rechts vanuit de gebiedscommissie tot andere ambtenaren... dat uiteindelijk de vraag is wat goedkoper is, wat u nu aan het doen bent... of dat u de cohesie bij elkaar houdt, zodat de kosten dus beter te hanteren zijn. Ook met de zorglijn erbij. Ronald Schneider? Nou, uiteindelijk, wat we gaan besparen is op jaarbasis €600.000. Want het is nu zo dat de Larenkamp €900.000 kost. In de toekomst, als we de Larenkamp sluiten en alle activiteiten zijn overgeplaatst en alle huurders hebben een plekje gevonden, dan uiteindelijk kunnen dezelfde activiteiten voor €300.000 uitgevoerd worden. Dat is een besparing en dat is hard nodig te denken. Ronald Schneider, ik vat je even samen. Jij zegt nogmaals, de activiteiten, daar sta ik garant voor, daar staat het gemeentebestuur garant voor, maar het centrum, dat gaat tegen de vlakte. Dank dat je aan de telefoon wou komen. Josine Störmann van de SP Rotterdam. Ja, hallo. Jij zit hier in de bus. Jij bent net bij de bijeenkomst geweest. Geweldige bijeenkomst. En je zei hartverwarmend. Ja, nou, het is, ik kom natuurlijk vanuit mijn SP-schap heel vaak bij mensen die actie voeren voor buurthuizen, voor speeltuinen, noem maar op, zeg maar. Maar dan zie je toch maar zeer zelden een zaal met 500 mensen. En dan besef je dus ook sowieso één ding meteen. Want ik kom ook wel eens bij acties dat je denkt van, nou jongens, als je maar 12 mensen hebt kunnen krijgen, dan heeft het niet zoveel draagvlak. Maar draagvlak is er zat, heer. Oké. Nou gaan we even gewoon harde politiek maken. Want dat doe je natuurlijk in de gemeenteraad ook. Ja. De wethouder is klip en klaar. Die zegt, ik heb onvoorstelbare sympathie voor iedereen. Mm-hmm. Herhaalt hij 3 keer. Maar het is verder ook heel duidelijk, die activiteiten komen elders en het centrum gaat tegen de vlakte. Wat gaat de SP doen? Nou, wat we praktisch gaan doen is morgen een motie indienen. Ik besef dat een motie indienen waarin je zegt, waar we het namelijk morgen over gaan hebben, is over het welzijnsbeleid in de gemeente Rotterdam. En wat daar moet komen van de wethouder de Jonge, die daarover gaat, is huizen van de wijk. Ja, dat zijn dat een soort superbuurthuizen. Ja, ik onderbreek even. Nou, dat zijn 42 superbuurthuizen, maar deze valt daar niet onder. Deze valt er niet onder, precies. En jullie gaan proberen om deze eronder te laten vallen. Een huis van de wijk is dat. Maar wat we gaan vragen, omdat ik besef dat we tijd tegen hebben, omdat bij de begroting het ook al mislukt is, doordat de ChristenUnie om is gegaan, helaas. Maar wat ik besef is dat dat niet gaat lukken om gewoon te zeggen van, maak hier een huis van de wijk van. Maar waar ik ga vragen, heel bescheiden aan de wethouder, en dan liefst wethouder de Jonge, die over welzijn gaat, over het welzijn van de mensen in Zuidwijk. Ga met die mensen praten. Ga serieus naar hun goede plannen kijken, want ze hebben zelf een goed plan, ze hebben een goede begroting, ze hebben goede renovatieplannen. En ga dat doen met de blik op open houden. Nou, is het zo, Josine, dat jullie natuurlijk gewoon pal voor de bewoner staan. Dat zal iedereen trouwens staan. Maar het gaat uiteindelijk toch om de activiteit en niet om het gebouw, toch? Ja, maar wat je heel vaak ziet erop is, dat heb ik echt al de afgelopen 10 jaar heel vaak zien gebeuren. Ik heb al heel vaak gehoord dat colleges zei, of deelgemeentes vroeger, van joh, we gaan de boel sluiten en we gaan het herverdelen en weet ik veel. Maar punt 1 zie je, dat heeft Hennie net ook al heel duidelijk aangegeven, dan zie je dat communities, dat mensen die met elkaar omgaan, uit elkaar vallen, dat vrijwilligers wegvallen. Plus dat het nog steeds luchtfietserij is, want de wethouder kan wel zeggen dat scheelt mij 3 ton, maar hij heeft nog geen flauw idee wat die huren gaan kosten van die andere organisaties. Heel de structuur van het vergoeden van welzijnsactiviteiten wordt ook totaal anders. Daar zit een bezuiniging van 15% op. Dus of die 3 ton binnen gaat halen met jarenlang bezig zijn met mensen elders. En er is hier ook helemaal niet zoveel in de buurt. In heel veel wijken stikt het van de buurthuisjes en weet ik van, maar hier niet. Hier heb je gewoon de Larenkamp. Zou het een idee zijn voor politieke partijen in Rotterdam, van welke snit dan ook, om te zeggen, wij gaan gewoon proberen andere financiers te vinden om het gebouw overeind te houden. Dan drukt het namelijk niet op de gemeentebegroting, maar gewoon op het particuliere initiatief. Nou, dat hoef ik als politiek niet te doen, want dat doet nou juist Red de Larenkamp al. Nee, maar ik vraag juist, zouden jullie dat als politieke partijen niet kunnen ondersteunen? Nou, maar dat gebeurt ook al heel veel in heel veel grote steden. Dat ook oranje fondsen en weet ik veel bijvoorbeeld helpen met. Ik ken bijvoorbeeld een buurthuis, dat is geholpen door IKEA met de inrichting. Dat kan allemaal en dat scheelt enorm in de kosten. Reclame op de nationale nieuwszender. Ja, nee, dan moet je ook gewoon. Nee, was prima. Moet je ook even gewoon even een andere meubelgigant noemen, dan is het allemaal weer goed. Bart Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam. De SP gaat de motie indienen. Enige kans van slagen? Nou, niet de motie zoals ze die nu voorstelt. Laten we heel duidelijk zijn. Die motie die Dries en ik geschreven hebben voor de Larenkamp, om te zorgen dat niet alleen de activiteiten, maar dat ook die cohesie die daarbij hoort, dat die ook bewaard blijft. Dat staat ook in diezelfde motie. En we moeten er dus met elkaar over waken dat dat ook gebeurt. Je ziet in Noord een heel goed voorbeeld. Ik onderbreek je. Dat hoor ik politici altijd zeggen. We moeten ook met elkaar bewaken dat het ook gebeurt. En vervolgens vraag ik altijd, en wie zijn dan de bewakers? Dat zijn 45 raadsleden. En daarnaast de gebiedscommissies die voor ons in het veld zitten. Ronald Tol, kan jij dat ook bewaken? Heb jij überhaupt mandaat om dat te bewaken? Want jij kan ook alleen maar adviseren. Ja, ik kan in principe alleen maar adviseren. Maar Bart Joost weet net zo goed als alle andere 45 raadsleden dat ik een tijger ben. En dan kom ik echt elke week langs. Want ik heb ook hier mijn hart voor gemaakt. En om even voor de SP. De wethouder, Hugo de Jonge, heeft aangegeven dat de activiteiten van de Larenkamp, dat die het predicaat krijgen Huis van de Wijk. Dus waar dat gevestigd wordt, wordt de Huis van de Wijk. Dus dat is al geregeld. En jij bent daarin de bewaker. Even Hennie? Ik zou er toch op willen reageren. Dit wordt nou hetzelfde verhaal als een sportal wat jullie willen laten slopen. Ja, er is 8 jaar om gevochten dat twee nieuwe sporthallen gebouwd zouden worden op de Motorstraat. Het is nog steeds nog niet 100% geregeld. Zitten nog steeds sporters erin, in de sporthal. Ze zijn weg. Oh, stop. Je vertrouwt die politici gewoon niet. Op deze basis niet. Ze moeten goed luisteren. Een goed ondernemerschap kan je een bedrijf goed runnen. Ik ben zelf ondernemer, 62 jaar. Ik heb 40 jaar ervaring in ondernemen. Ik bestier een VVE van 36 eigenaren met een pand voor 4,5 miljoen. Ga mij nou niet leren hoe je dit rendabel moet krijgen. Dan moet je een goede ondernemer zijn. Daar gaat het. Want even om het evenwicht met IKEA te herstellen. Jij bent van bedden speciaalzaak Verberne. Zo, nu hebben we het toch even kort gesloten. Dan krijgen we een gedonder met de publieke omroep. Bart Joost van Rij. Ik was nog niet klaar inderdaad met mijn verhaal. Want er zit natuurlijk dat huis van de wijk. Kijk, dit concept komt uit de jaren 70. Het zijn dure gebouwen. Onder andere met stoken. Maar ook met het onderhoud en de renovatie ervan. Het concept van het huis van de wijk is dat het met en voor de wijk is. Dus dat betekent dat er met overheidssteun wordt er een concept opgezet waarbij de bewoners zelf dat gebouw kunnen bestieren en daardoor veel dichter bij ook het concept staan. Nou, Bart Joost, kan ik volgen. Maar kan jij ook weer volgen vanuit, laten we maar zeggen, Centraal Rotterdam, dat de buurt zegt: nou, openbaar vervoer een beetje wegbezuinigd, sporthal wegbezuinigd, gaat bij wijkcentrum ook nog. Wij voelen ons het afvoerputje van Rotterdam. Tuurlijk, maar dat is bij alle wijkcentra gebeurd die de afgelopen decennia zijn gesloten. Want Rotterdam was bezaaid met dit soort wijkgebouwen. En ik kan me nog zelf herinneren dat bij de Peppelweg ook zo'n dergelijk gebouw stond. En daar gebeurde precies hetzelfde. Dus ik kan het me wel voorstellen, want het doet altijd pijn. En je hebt bijvoorbeeld ook bij het Centraal Station gezien. Mensen vonden het vreselijk dat het oude Centraal Station neerging. En nu hoor je er niemand meer over. We moeten wel door met elkaar. Nee. Nou ga je te ver. Wacht even. Fred Meeuwse, ook woordvoerder van, laten we maar zeggen, ik noem het maar, het comité Stop de Sloop van dit wijkcentrum. Er zit toch wel wat in wat hij zegt? Nou, nee. Het is zo dat ik vind het volgende. Allereerst, het gebouw is constructief zo degelijk dat het nog 50 jaar mee kan. Ja, maar wel asbest aan de buitenkant. Aan de buitenkant, inderdaad. Dat betekent, bij slopen komt dat vrij. En bij een renovatie gebeurt er niks. Dus er gebeurt er wel wat binnen, maar komt er geen asbest vrij. Het is bovendien zo dat de sloopkosten, die worden overdreven. Althans, die worden te laag voorgesteld. Ja, dat hoorde ik je net binnen zeggen toen je een speech hield. Je zei, kijk, alle voordelen om het overeind te houden, die worden een beetje gebagatelliseerd. En alle nadelen, die worden veel te dik gemaakt. Het is in feite zo. Men bagatelliseert eigenlijk de sloopkosten. Want men heeft dan ook een trucje bedacht van, nou, we slopen eerst de bovenkant en we laten de bunker eronder laten we zitten. De kelder en de fundering. Nou, die moet je na dan toch een keer gaan slopen. Dat betekent dat je bij elkaar misschien 2,5 miljoen kwijt bent. Maar de renovatie kost aanzienlijk minder. En de gemeente heeft een moreel verplichting, omdat ze jarenlang als verhuurder geld hebben getoucheerd en nooit goed onderhoud hebben gegeven. Jij zegt, je kan financieel technisch gezien beter renoveren dan slopen. Ja. Maar dat is, er komt nog een absolute andere factor bij kijken. En dat is natuurlijk de verdeling over de wijken. Kijk, je kan heel makkelijk kijken van, nou, hier dit kost 6 ton. Waarom zou dan op een gegeven moment in Noord, daar betalen we nu €100.000 per jaar om een gebouw van de wijk in stand te houden. Waarom zou het dan hier 6 keer zoveel moeten kosten? Dat is dan toch ook niet eerlijk verdeeld? Onrechtvaardig, zeg jij. Maar absoluut. Nou, nog even over dat afvoerputje. Marco Pastors, geen onbekende in Rotterdam. Superambtenaar, aangesteld om in Zuid de boel weer een beetje naar een niveau te tillen. Ik dacht toch ook partijgenoot van zowel Bart Joost van Rij als Ronald Tol. Die heeft toch vorig jaar gezegd, jongens, wat dit stadsbestuur investeert in Zuid is gewoon veel te weinig. Die komt in protest. Dat is lastig. Dan kan natuurlijk ook de hele Noordoever in protest komen en zeggen van, het levendeel gaat. Nou ja, het nationaal programma op Zuid, dat is natuurlijk grotendeels ook gefinancierd vanuit Den Haag. En ja, ik vind ook, Den Haag moet meer geven. Den Haag moet meer geven, Rotterdam niet. Nou, Hennie Verberne, je hoort volksvertegenwoordigers van zowel SP als van Leefbaar Rotterdam. Nou even, heb je al contact gelegd met Barendrecht? Ik heb vandaag een brief ontvangen waarbij de zaak een dossiernummer heb gekregen. En ik neem aan dat ik daar op visite mag komen voor de hoorzitting. En denk je dat het enige kans van slagen zou hebben dat Barendrecht, wat hier inderdaad heel vlakbij ligt, zegt nou, interessant wijkje, we hebben daar wel geld voor over. Ik heb in het begin van de uitzending dus ook al gezegd, het is een ludieke actie. Ja, het is gewoon superleuk om het te doen, om aan te geven bij de stad, jongens, het gaat te ver. En laten we eerlijk wezen, er is 1/10 miljoen door de deelgemeente Charlois opzij gelegd. Waar is dat geld nou toch gebleven? Oké, ludieke actie en eigenlijk alleen maar om de Rotterdammers, het Rotterdamse gemeentebestuur en de gemeenteraad aan te geven. Jongens, dan maar liever elders onder dak. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat klopt. Ronald Tol, bewaker, tijger, ik weet niet hoe je jezelf allemaal genoemd hebt. Heb je er nou vertrouwen in dat dat wat het gemeentebestuur en de gemeenteraad belooft, namelijk we gaan die activiteiten goed onderbrengen, we zorgen, wat ook Bart Joost zegt, we zorgen er ook voor dat de sociale cohesie behouden blijft, et cetera, et cetera. Heb jij het gevoel, al ben je nog zo'n grote tijger, dat je dat allemaal kan bewaken dat het ook gebeurt? Nou, daar kan ik jou juist verzekeren. Want ik ben er heel veel van mijn tijd aan kwijt om me daarvoor in te spannen. Dat er een goed gebouw komt waar op een gegeven moment al de activiteiten weer in plaats kunnen vinden. En dat het gebouw ook bestendigd is voor de komende 20, 30 jaar. Want dat is van wezenlijk belang. Kijk, er wordt nu gezegd van ja, we kunnen, de sloop gaat veel meer kosten en de renovatie kan veel goedkoper. Ja, als je op een gegeven moment naar je toe rekent, en deze meneer verwijt dat de gemeente, maar hij doet het zelf ook, is het gewoon heel erg jammer. Want 1,8 miljoen alleen maar de materialen. En er wordt nergens komt er iemand om het riool in elkaar te zetten. Dat gaat ook niet worden. Zoals altijd bestoken mensen die gelijk willen hebben elkaar met elkaars gelijk. En zeker financieel. Ronald heeft gelijk. Wat hij zegt, hij is een lul en hij vecht, want ik heb natuurlijk al jaren. Hij vecht wel, maar je weet net zo goed als ik dat mensen van stadsontwikkeling gewoon zeggen, je krijgt je zin niet. We staan er samen bij van afgelopen weken. Dat is gewoon tijdens onze onderhandelingen van ons comité, waar de stadsontwikkeling bij zit, iemand en jij. En die zegt gewoon doodleuk, Ronald, wat jij wil, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nou, zeg het maar. Jij bent de tijger. En dan zegt Ronald, nou ja, ik heb gewoon de gemeenteraad in mijn achterzak zitten. Want die hebben namelijk deze motie aangenomen. Die motie is toch aangenomen? Ja, Josine Störmann, SP. Ja, als second best is die aangenomen. Maar wat je ziet in dit gebouw, dat zie je een andere plek in de stad ook, waar dingen gesloten zijn en waar de buurt het overgenomen heeft eigenlijk. En waar uiteindelijk vaak ook wel subsidie op volgt. Dit gebouw, dat heeft gewoon superveel mogelijkheden. Heel veel gebouwen, zoals jij zegt, in Noord hebben heel weinig mogelijkheden. Hier heb je heel veel mogelijkheden om ook geld mee te verdienen. Nou ja, dat is wel aardig dat jij dat dan aanhaalt. Want dan ben je toch waarschijnlijk weinig in de Nieuwe Banier geweest. Want in de Nieuwe Banier kun je precies dezelfde dingen doen. Zit in Noord. Zit in Noord. Ja. En daar heb je ook dat podium. Je hebt ook die mogelijkheden. En dus ik zie het verschil niet. Alleen het kost daar €100.000 per jaar. En hier €600.000 per jaar. Door financieel beleid. En dat is dus gewoon dan niet eerlijk. Puur mismanagement. Meer is het niet. Al dus Hennie Verberne. Bart Joost van Rij. Is het niet gewoon zo dat het gemeentebestuur van Rotterdam immens moest bezuinigen en dat dit wijkcentrum gewoon de pech heeft dat ze onder die bezuinigingen zijn gevallen? Nou, laten we vooropstellen, dat geef ik al aan met dit verschil tussen die 600 en die €100.000. Ook in Noord komt het van een oud onmogelijk gebouwtje, komt het in een nieuw project. En dat is ook de bedoeling hier in Charlois, dat daar op dezelfde manier gewerkt gaat worden. We moeten er wel absoluut, en daar ben ik met u eens, en daarom heb ik die motie ook opgesteld. We moeten er met elkaar voor waken dat dat ook tijdig gebeurt. Punt. En daar staan wij voor, alle 45. En daar staan wij voor, alle 45. Dus we hebben een belofte op de Nationale Nieuwszender van de wethouder. We hebben een belofte van de gemeenteraad. Hennie, jullie gaan gewoon dicht 1 juli. Ja, dat moeten we nog zien, hè. We zijn er nog niet klaar mee. En ook dat is morgen komt de motie. Ik reken het nog op een hoorzitting. Ik hoop dat het volle verstand boven alles gaat. Dus ik bouw het raadsleden. Het volle verstand gaat vast boven alles. Maar er is één ding in deze wereld wat boven het volle verstand gaat. En dat is geld. Heel goed. Je moet meedoen aan quizzen. Ja, dat is inderdaad geld. En wij maken Rob, het dus gewoon rendabel. Rob, er is heel duidelijk gezegd... die 1 juli die is op een gegeven moment een keer gecommuniceerd. Maar er is al heel duidelijk van gezegd... nee, want de motie ligt er. Er is gewoon afgesproken... Als alle activiteiten verplaatst zijn... Men had op een gegeven moment het idee van misschien kan dat... maar dat is gewoon niet gedaan. Ja. Moet je op de deur kijken, want er staat al een budget. 28 juni gaat de deuren dicht. Dan moet je dat budget ook weghalen. Ja, en nog één ding, als je zegt, van dat kan dus nog jaren duren... omdat die motie is ingediend voordat iedereen een plek heeft... waarom geef je dan niet die mensen gewoon een kans die nu dat plan hebben... om eens gewoon te gaan praten met de wethouder en gewoon met de ambtenaar... en gewoon eens te zeggen van, joh, kijken of wij het gewoon open kunnen houden. Als er een goed plan komt met een gedegen onderbouwing... dan zal de wethouder de laatste zijn om daar niet het gesprek mee aan te willen gaan. Maar dan gaat het wel het verhaal. Dan moet er een goed plan met gedegen onderbouwing liggen. Waar dus ook in staat wie er gaat huren. En niet van we gaan huurders vinden. Dan moet je daar wel een gedegen verhaal hebben. Het blijft heet gebakerd en het is nog lang niet afgelopen. Maar dat is het programma wel. 1 op straat. Morgenavond zijn we er weer om 8 uur. Zometeen in 2 dingen. Praat Margriet Reintjes met oud-financieel rechercheur Michel Prins. Hij werkte bij de Amsterdamse politie. Het zal vast wel gaan over de CO's die er maar niet komen. En over de nationale politie, wat maar niks wordt. Kortom, genoeg om het over te hebben. Maar nu eerst het NOS Journaal van 20:30 met Dorald Megens. NPO Radio 1. In Turkije heeft de veiligheidsdienst meer dan 40 Koerden opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest om zondag, als de verkiezingen worden gehouden, te demonstreren. De progressieve Koerdische Democratische Volkspartij noemt de aanhoudingen een provocatie. De Franse president Hollande heeft koning Willem-Alexander en koningin Maxima uitgenodigd voor een staatsbezoek in maart volgend jaar. Hollande zei dat op een persconferentie op de dag dat premier Rutte op bezoek is in Parijs. Het koninklijk paar zou ook in China op staatsbezoek gaan en op dit moment ronden ze een officieel bezoek aan Amerika af. In een woonwijk in Veghel heeft een jongen een gehuurde Chevrolet Corvette in de prak gereden. De jongen was op weg naar een schoolfeest en zat alleen in de auto. Raakte met hoge snelheid de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. De jongen leek niet zwaar gewond. En tennisser Novak Djokovic heeft in Parijs titelhouder Rafael Nadal uitgeschakeld. Djokovic versloeg de 9-voudige kampioen op Roland Garros in 3 sets. In de halve finale speelt de Serviër tegen Andy Murray. De Schot versloeg David Ferrer uit Spanje vrij eenvoudig in 4 sets. Dat zijn de hoofdpunten. NPO Radio 1. Max. Dan kom je tot 2 dingen. Dan blijken 2 dingen. Er zijn 2 dingen. 2 dingen. Met Margriet Reintjes. Goedenavond. Alle ogen zijn deze dagen gericht op de FIFA. Vorige week werden kopstukken van de bond door de FBI opgepakt... op verdenking van fraude, omkoping en corruptie. En voorzitter Sepp Blatter, die gisteren, u weet het, plotseling opstapte... die ontsprong tot nu toe de dans... maar het is toch wel zeer waarschijnlijk dat er ook onderzoeken naar hem lopen. Nou, iemand die zich jarenlang hier in Nederland bezig heeft gehouden... met dit soort financiële rechercheonderzoeken is Michel Prins. Over zijn tijd bij de politie verscheen onlangs zijn boek. De gekooide recherche heet het. Hij zit hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe denkt u nou dat de sfeer daar op de burelen van de FBI is? Nou, ik kan me voorstellen dat ze daar nu wel opgetogen zijn... met al die aanhoudingen vorige week. De minister van Justitie in Amerika heeft gezegd een ronde zaak. Dus ik denk met die aanhoudingen... ze zullen her en der doorzoekingen hebben gedaan... administratie in beslag hebben genomen, daar zitten natuurlijk leuke dingen in... Daar zitten altijd leuke dingen in. En natuurlijk met het aftreden van Blatter... is natuurlijk toch wel heel duidelijk geworden... dat de FBI ook echt iets in handen heeft. Toch een soort euforische stemming. Ja, zeker. Mocht u willen reageren op deze uitzending... doe dat bijvoorbeeld via Twitter. Gebruik dan de hashtag 2 dingen. Welkom bij Max op NPO Radio 1. 2 dingen. Actueel en persoonlijk. Michiel Prins, 10 jaar...